Veel schade door een windhoos in Nijmegen. Hallo, een tornado. Oh! Mensen die op de Wouwkade op de terrassen zaten, schrokken zich een hoedje. Goedenavond. Verder in het nieuws vandaag. In Groesbeek is een nieuw museumgebouw van 6,5 miljoen neergezet. Het Bevrijdingsmuseum gaat verder onder de naam Vrijheidsmuseum met dus een nieuw pand. En in Arnhem worden oorlogsherinneringen opgehaald tijdens speciale lunches. De Nijmeegse Wouwkade is gisteravond getroffen door een windhoos. Er raakte niemand gewond, maar voor de mensen die op de terras zaten was het wel even schrikken. Het slechte weer zorgde er ook voor dat evenementen in de provincie werden afgelast of stilgelegd. Oh! Ik heb hem. Wow. Op dit filmpje is te zien hoe de windhoos gisteravond over de Waal trekt. De windhoos heeft op de Waalkade flink huis gehouden. Mensen op de terrassen en het horecapersoneel werden gisteravond totaal verrast. We zagen zo'n soort windhoos ontstaan, echt zo'n wervel zoals je in de films ook ziet. En je voelde echt die wind en die trok in één keer helemaal eroverheen. Parasols vallen om en terrasstoelen waaien de kade af. Heel veel mensen waren ook wel geschrokken. We hadden ook mensen binnen zitten die waren overstuur. Ook op andere plekken zorgt de storm voor schade. Zoals hier in de Graaf Lodewijkstraat in Arnhem, waar een boom op geparkeerde auto's valt. In Hedel zouden er luchtballonnen opstijgen tijdens het ballonnenfestival. Maar door het slechte weer worden de ballonvaarten afgelast. Het is zo'n mooie dag, hè? En dan dit, ja, het valt echt in duigen. Het festival op de grond ging overigens wel door. Het is deze maand 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. En daarom wordt er dit jaar iets nieuws georganiseerd voor de herdenking. Een herdenkingslunch. De komende maand worden tientallen lunches gehouden in alle delen van de stad. En vandaag was de eerste op de Rijnkade. Hier gebeurde 75 jaar geleden wat duizenden soldaten het leven kostte. Aan tafel zitten allemaal mensen die later deze maand een eigen lunch organiseren in hun wijk. De bedoeling is om tijdens de lunches met elkaar in gesprek te gaan over de Slag om Arnhem en verhalen met elkaar te delen. Omdat in ons huis in 40-44 twee jongens hebben gewoond die in het Arnhemse verzet actief waren. Toen dacht ik van, samen met mijn buurvrouw, het lijkt mij heel mooi om in ons huis dan een herinneringsmaaltijd te gaan vieren. Arnhem, de parel van de Veluwezoom. Vroeger geliefd vakantieoord. Dit verhaal draait om twee Arnhemse broers, Henk en Wieger de Jong. En die kwam eigenlijk al heel vroeg in de oorlog in contact met illegaliteit. En broer Wieger zat hier in de Beekstraat op het politiebureau. Razzia's die eraan kwamen, gaf hij door aan het verzet. En omdat vader dacht ze komen terug en de Slag om Arnhem begon, toen moest Arnhem evacueren. En vader die ging niet. En toen werd het te heet om het voeten, toen werd het bij ons in de wijk te hard gevochten. En toen heeft hij op de muur een afscheidsbrief geschreven van Houtskool. Alleen hij is teruggekomen na de oorlog en zijn zoons hebben eigenlijk die brief nooit meer gelezen. Naast lunchen is er nog veel meer te doen deze maand. Er zijn zowel airborne fiets- en wandeltochten. En ook later deze maand is de mars over de John Frostbrug, de kranslegging bij het Airborne Monument, de Bridge to Liberation Experience en de luchtlanding op de Ginkelse Heide. In Groesbeek is vandaag het nieuwe Vrijheidsmuseum geopend. Voorheen was dat het Bevrijdingsmuseum. Kosten voor het nieuwe gebouw 6,5 miljoen euro. Het dak heeft de vorm van een gigantische parachute dat symbool staat voor de airborne parachutisten die in 1944 neerkwamen. De opening trok vanmiddag de nodige belangstellenden. Met het nieuwe onderkomen verandert ook de naam van het oude Nationaal Bevrijdingsmuseum in Vrijheidsmuseum. We hebben het geflikt. Het lintje wordt geknipt door twee senioren en twee jongeren uit Nederland en Duitsland. Ja, het is een luchtgedragen gebouw, hè, met hoge druk. Grote clubs in Europa, Man United, de Spurs, hebben dit soort hallen ook eigenlijk om te trainen. Daar gaan vaak duizenden mensen in. Wij hebben het omgebouwd tot een vast concept voor theater, voor musea. Dus in die zin zijn wij de eerste in de wereld. Hoe vindt u het museum? Fantastisch. Nou, ik stond werkelijk versteld hoe het eruit ziet. Het Vrijheidsmuseum vertelt niet langer alleen de geschiedenis van de bevrijding van Nederland, maar de gezamenlijke Europese geschiedenis van 1900 tot heden.
Daarbij wordt veel meer dan voorheen gebruik gemaakt van nieuwe media, waardoor bezoekers informatie op een interactieve manier tot zich kunnen nemen. Wilt u de schuilkelder varen? Kunt u hier naar binnen? We hebben vroeger inzet op de bevrijding, dat was zo'n 70%. Is nu het grootste gedeelte 20e eeuw. En daarin behandelen we natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar het gaat over de jaren 20, jaren 30. Tweede Wereldoorlog, wederopbouw, Koude Oorlog, Europa. Ja, meneer, hoe vond u het? Ja, indrukwekkend. Leuk om een keer mee te maken. Het Vrijheidsmuseum wil 70.000 bezoekers per jaar trekken. En zometeen, de MAVO in Tiel krijgt eindelijk een eigen schoolgebouw. De leraren kunnen niet wachten om de les te geven. Een heel mooi nieuw gebouw. Veel ruimte in het lokaal. Ik denk dat dit veel en veel prettiger werkt. De politie doet onderzoek naar een mishandeling van een meisje van 6 uit Elburg. Ze is vlak voor het weekend door 2 jongens en een meisje geslagen met stokken. De 3 zouden een jaar of 12 zijn. De moeder van het slachtoffer zegt dat het naar omstandigheden goed met haar dochter gaat. In Nijmegen is vannacht weer een auto uitgebrand. Het gebeurde aan de Kanaalstraat. De brand werd voor rond 4:30 vannacht ontdekt door buurtbewoners die wakker werden van harde knallen. De politie denkt dat iemand de auto expres in brand had gestoken. Een proef van de Wageningen Universiteit met het natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups is een succes. De onderzoekers probeerden de rups te bestrijden met natuurlijke vijanden, zoals vogels en insecten. Op de proeflocatie werden nestkastjes opgehangen en planten neergezet om de natuurlijke vijanden te lokken. Dat zorgt uiteindelijk voor 80% minder nesten van de eikenprocessierups. Nu worden de rupsen vaak nog bestreden door ze op te zuigen. Het afgelopen jaar kostte die aanpak Gelderland al miljoenen. In Tiel opent morgen een nieuwe MAVO-school. De afgelopen jaren zaten de MAVO-leerlingen van het Lingo College verspreid over meerdere locaties, met ook andere opleidingen erbij. Nu krijgen ze hun eigen gebouw. Een echte MAVO-school wordt het. De docenten zijn deze week druk bezig geweest met de verhuizing. Een kleine school waar iedereen zich gezien kan voelen en waar je iedereen kent. Docenten van het Lingen College in Tiel vullen hun laatste vakantiedagen met het inrichten van de splinternieuwe MAVO. Los van de beroepsopleiding van het VMBO moet het onderwijs persoonlijker worden. En dat begint al bij de entree. Wij staan hierboven, wij kunnen zo naar de entree kijken. Maar niet alleen naar de entree, we kijken ook zo de docentenkamer in. Het is goed om elkaar te begrijpen, elkaar te zien en samen met elkaar onderwijs te maken. Docent Jacob Bekker gaat bijna met pensioen. Hij heeft het onderwijs behoorlijk zien veranderen. Autootjes, de intree van een digibord. Tegenwoordig steeds meer dat de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Ja, dat is echt wel anders geworden. Zo krijgen alle nieuwe leerlingen laptops met een eigen leeromgeving en zijn er open ruimtes om onder begeleiding aan opdrachten te werken. Dat noemen we dan een leerplein. Hier kunnen dus leerlingen zitten van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 die met een gerichte taak bezig zijn. Ook als docent is Bekker meer dan tevreden. Een heel mooi nieuw gebouw met een hele leuke uitstraling. Er is veel ruimte in het lokaal. Ik denk dat dit veel en veel prettiger werkt. Al 40 jaar organiseren de fans van Normaal het Hukkersweekend. De zogenaamde aanhangers gaan altijd massaal naar dat festival in Zelhem. Maar toen bekend werd dat Normaal zelf zou komen optreden, liep het pas echt storm. Het terrein bij Café de Tol is al het hele weekend afgeladen vol. Maar de aanhangers komen natuurlijk vooral voor één ding. Ja, voor de gezelligheid en voor Normaal. Ja, dat Normaal er nou zelf bij is, nou, dat is geweldig. Dus ja, prachtig. Ja. Wat maakt dat voor u nou zo prachtig? Nou ja, en dat is nog niet eens het begin, dat gaat al jaren aan. Dat is gewoon de sfeer, de gezelligheid. We kennen heel veel mensen, hukkers onder elkaar. Gewoon één grote familie. En het is gewoon ieder jaar gewoon heel gezellig. Normaal treedt niet vaak meer op, maar voor de 40ste verjaardag van hun fanclub maken ze graag een uitzondering. Dit is wat hier staat, dat is één grote familie. Ze komen allemaal voor hetzelfde doel. Het is gewoon één complete reunie. Ze komen voor één doel en ze leven maar voor één doel en dat is normaal. Ja, dat is al 40 jaar zo? Ja. En blijft dat nog 40 jaar zo? Ik hoop het. Ja, dan ben ik wel een hele oud mannetje hoor.
blijft nog lang gezellig daar. Het weerbericht dan, Jordi Bloem. Na de plaatselijke donderbuien van gisteravond, met nog een kleine windhoos ook in Nijmegen, was het vanmorgen rustig, maar wel bewolkt. Uitgestrekte wolkenvelden passeerden, maar vanmiddag klaarden het steeds meer op vanuit het westen. Aan de achterzijde van nog een zwak regenfront, dat alleen gepaard ging vanochtend met al die wolkenvelden. Maar vanmiddag werd het allereerst in het westen van het land zonnig en de zonnige perioden begonnen zich uit te breiden naar onze omgeving, naar Gelderland. We zagen dat vanmiddag gebeuren, met ook nog wel stapelwolken. Er zou een enkel buitje kunnen vallen vanavond en vannacht uit zo'n stapelwolk. En ook boven het warme IJsselmeer en ook boven de Randmeren zou een enkele bui kunnen ontstaan die dan vooral de noordelijke Veluwe kan plagen. Op de meeste plaatsen komen de nacht droog met de brede opklaringen, nauwelijks wind en gaat het behoorlijk afkoelen tot een graad of 8. Plaatselijk wordt het 7 graden. Morgen de hele dag flinke zonnige periode. Dus dat betekent meer zonneschijn dan vandaag. Geen uitgestrekte wolkenvelden, maar zonnestapelwolken. Plaatselijk valt een enkel buitje, maar op de meeste plaatsen morgen droog. En met niet al te veel wind, maximaal zo'n 3 bol voor uit westelijke richting, wordt het overal in Gelderland 20 graden. Conform het langjarige gemiddelde voor begin september, voor de eerste week van september. Dinsdag een graadje erbij, wel wat meer wolkenvelden die verwacht worden, misschien een buitje. Woensdag gaat het in de loop van de dag een tijd regenen en wordt het 18 graden met matige zuidwestenwind. Daarna weer behoorlijk wat zonneschijn, maar nog een graadje frisser, 17 graden op donderdag en vrijdag. En dat is over het Gelders nieuws voor vandaag. Meer nieuws vind je op gld.nl en in onze app. Ik wens u een fijne avond.